journalisten, die gaan allemaal van jullie. Allemaal één voor één. De woede en het ongeloof zijn groot na de moordaanslag op Peter R. de Vries. Uit het onderzoek van de politie ontstaat de gedachte dat Ridouan Taghi een nieuw moordcommando samenstelt. Een soort moordbrigade, in ieder geval die vuile klusjes in de onderwereld uitvoert. Het blijkt natuurlijk om hele ernstige zaken te gaan. Christian M. is volgens het Openbaar Ministerie een aanstuurder van de moord geweest. Nieuwe kartels zullen blijven opstaan en wij zullen ze blijven bestrijden. Politie! Hier op deze plek wordt Boris P. gearresteerd. De neef van Ridouan Taghi is opgepakt. Ja, goed, ik heb dat echt naar binnen gecommuniceerd. En op een gegeven moment is er ook gesproken over de uitbraakplannen van Ridouan Taghi. Dat deed allerlei alarmbellen afgaan op. Ze moesten gewoon lekker aanpakken. Opsluiten die troep. En die sleutel weggooien. Weggooien die sleutel.